Er komt een afstandje opgebouwd. 2-9-3. Donnie Palupski heeft het jagen. Wil ook graag de eerste plek wel hebben. Maar de jongen zit redelijk veilig op dit moment. Schat zichzelf op, eigenlijk is het een zin dat het rustig naar de eindstrip toe. Donnie Palupski, nummer 2. Nummer 6 is het. Goeie van nummer 10. En Smit, nummer 4. Hij gaat er sneller knap meer omhoog. Nummer 59, Tim Willemuller. Moet je eerst aanflitsen. Hier zit er achteraan. 284. Terwijl Nick Adriaans van Veldhoven. Moet je 72 is het jager Ramon Willemsen. Die wil ook nog meedoen. Voor die eerste plekken. En nummer 4 zit daar kort achteraan. Dus 3 en 4 moeten op elkaar gaan letten. En nummer 59, Tim Willemuller. Die passeert het eerste en 2 op achter. En de 2 Nick Adriaans. Niks mogelijk houden, het is een dikke moment voorop. Nummer 52, Melanie van de Gevel. Op de tweede plek. Hier zit daar de derde achteraan. Ik denk dat het zo is, maar dat is het controle van hem. Ja, derde plek, Ronnie Visser. In je nummer 1, 2 is Melanie van de Gevel. Nummer 3, Ronnie Visser nu. Race 58. Mannen, 17 plus. Wie komt als eerste? Nummer 19. Jelle van der Elzen. Dan moet je 106 chef van de biezen. De tweede plek erachteraan. Nummer 3. Dan moeten we even wachten tot de bocht gemaakt is. Jelle die gaat met vol gas op de vierde gaf. Die heeft hem binnen. Nummer 2. Jeffrey. Nummer 3. Als nummer 11. Dat is goed. Nummer 10. Mag ik hem tegen. Dus je ziet het weer. Willen we toch tempo erin houden. Dat we niet al te nat worden en morgen allemaal ziek zijn. Dus gelijk naar de derde mannen, herkansingen en kwart erachteraan, kwartfinales. In deze race 155, op dit moment Ronan, die gaat als nummer 1 op de finish. En nummer 2, 8-2. Kom op, kans, blijven trappen, sneller! Nummer 8, 72 kilo van Engel, nummer 3 in race 3. Race 4 onderweg. Gaat schoenen voor jou bij. Kijk, ik sta bovenaan. Nummer 197, op dit moment de koploper. Stijn van Geffen van de Duurste. Nummer 152, Stan Groene. Op de tweede plek in handen. Nummer 205, Camille Burger. Op de derde plek. En wie houdt die winst? Wie gaat het zijn? 197, yes. Stijn van Geffen, die heeft de winst. De tweede plek staan Groene, derde plek 2. We zitten nu in de laatste bocht. Wordt er nog gewisseld? Kan men nog praktisch ergens iets doen? Nee, Sam zegt niet. Ik ga de eerste plek hebben. Ja, Sam met mensen 1. Ja, goeie boy. 2-8-30. Volgens mij gaan we naar 3. En 199 is geen 3 laatste mens. 4. Dus misschien je bij de schermen niet over de dames en heren. Maar dat weer blijft aan de gang. Blijft regenen. De baan onderhouders. We zijn druk bezig met de trainers en proberen de baan goed te houden. Dat is respect voor de jongens. 64, Bruin van Neerwijk. Op de kop in race 6. Bruin kijkt dus even rustig achterom. Denk, mij kan niks gebeuren. Deze is spannend. Ik heb hem en ik hou hem. 4-1, Bob Pieters, nummer 2. En de derde plek. De vierde positie. En Sutman. Hier weer eerste vierde door van de halve finale. Volgende race komt eraan. Race nummer 7. 289 zit op de eerste plek voor het Hobo van Amazon. En in het houden. Nummer 364 volgt ook aan Bart Gerritsen van Veldhoven. En dan 390 van Junior. De Nicolas heb ik goed gezien op de derde positie. 389 gaat als eerste Niels Hobo over de finishlijn. 390 staat de gewisseld uit op een foto, op de tweede plek. En op de derde plek op dit moment nog 6-52. De Stijmen Derks van Wiek. Ricardo 2-1 met de 6e top naar de laatste bocht. Dat is het, de man is blijven trappen, hè? De tweede plek, de 10e, de 7e. De Voortjappers, 6-52.
Bergs, die moet de tempo blijven beslaan. Dat is een mooie sprong. In een race nummer 11. Dat was de komende wijs met schoen op nummer 27. Redelijk afstandje gebouwd om voorop te liggen. Jan van Heuchten nummer 52, die ligt aan de rand. Op de tweede plek, 3 en 4 zijn nog stoeien. Die zijn nog even aan het vechten. En dan op een vriendelijke manier, op een snappelijke manier aan het vechten. André! Wie gaat het doen? Nummer 27, op zijn gemak naar de finishlijn. Daar was 147, komt daar in één keer met een niet. Sorteers. De lijn zoekt nog niet zeggen. Ik durf het niet te zeggen. In het tweede even iets te gemakkelijk op dat laatste stuk. Want dan maakt hij nummer 3. Maakt er dan gebruik van door een keer rechts voorbij te schieten. Race 12. Wie zit er voorop? 104. Geert Moeringen Slots van de Weijrijders. Die zit op dit moment in de bovenpositie. 17 volken. Dave van Nissan van Volken. Blijft het zoals het was? Ja, Jeroen in de slot, eerste positie. De tweede plek in de plaats was tegen Mieshout. En op de 48, Lars Hollman, gaat voor de derde plek. Er wordt gas gegeven, race 13. En de 6, wel in de 3 voor de derde plek. Deze is niet. Er is 15 onderweg, ook de klasse 16 plus. Wie zit daar voorop? Volgens mij onze pinkele, ja, Jon Riet. Punters scheurt naar hem eruit. Want er zit natuurlijk iemand achter, maar die ook niet van de allerminste kaliber is. Want Jelle van der Elzen wil zich natuurlijk nog niet zo gauw geslagen geven. Dus Jelle moet echt niet op de gas. Jon probeert de zaak dicht te rijden. En volgens mij. Dan zien we nog meer snelheid komen. Waarom? Die mannen zijn wat ouder.